Robert, 27 mei gaan we praten over laadpalen en de vereniging van eigenaren. Dat doen we namens De Ver, en dit is een digitale sessie. Wat gaan we daar doen die dag? We besteden aandacht aan laadpalen in garages, in VVE-garages en in wooncoöperaties, garages. Een drama, een drama. Echt gewoon van mensen. We hebben er ontzettend veel vragen over, want er hoeft maar op dit ogenblik maar een paar mensen nee te zeggen, dan gaat het niet door. Precies, en we hebben allerlei berichten gekregen van leden van De Ver die daar problemen bij ondervinden. We hebben iemand van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Emé Felix, die vertelt over de besluitvormingsproces op het moment en wat dan mogelijk gaat veranderen. Dat wordt veel makkelijker om dat te doen. Dus dat is heel belangrijk als je dat wil doen en je bent altijd, het is nooit gelukt, dat gaat makkelijker worden. Precies, ja. Dat is nieuwe wetgeving in de maak. Ja. We hebben Peter Wichman van samenladen.nl. Die heeft inmiddels al zo'n 20 VVE's begeleid bij het uitzoeken van laadoplossingen in gemeenschappelijke garages. Ja. Die vertelt over zijn ervaringen. Ja. We hebben een aantal bedrijven zoals Alfen, Electron en Coheren die vertellen over hun technische oplossingen. En last but not least, we gaan ook in op het onderwerp brandveiligheid. Want daar is ook heel veel over te doen de laatste tijd. Ja, dan moet je ook weer naar Zembla kijken en Kassa en iedereen die is mee bezig. Als er een keer een elektrische auto ooit eens een keer in een garage is verbrand, dan moet de hele wereld, die is gewoon te klein om daar over te gaan. Dus wat zijn die kansen nou eigenlijk? Wat moet je ermee doen? Dus daar gaan we dan ook op in. Dus bijna de ugly. Maar er zijn een hele bak met mensen die problemen hebben en het kan allemaal best. En je krijgt allemaal hele praktische handvaten om het te doen. En het is ook gezellig om elkaar gewoon te ontmoeten. Zeker, ook al is het virtueel, maar het is zeker interessant. Het is wel virtueel, maar het is ook wel gewoon gezellig. En iedereen kan ook gewoon meteen vragen stellen, dus dat gaan we ook continu doen. Dus een goede interactieve sessie. En dat begint dus op 27 mei, dat is geloof ik op een woensdag, hè? Om 3 uur. Om 3 uur beginnen we en we zijn 1,5 uur, 2 uur zijn we klaar. Tenzij iedereen gewoon veel vragen heeft, dan kunnen we dat ook doen. Dus... top, bedankt. Waar ben je nu bij? Ik sta nu bij New Electric. Die bouwen auto's om naar elektrisch. Oh ja. Benzineauto's, de benzinemotor eruit en elektrische motoren erin. En dat gaat gewoon wel door. Nou, maak een leuk videootje ervan, want ik vind het echt altijd gewoon geweldig. Dus, maar hartstikke bedankt. Ik zie jou in ieder geval op de 27e, Robert. Zeker, tot dan. Doei. En ik ben uw dagvoorzitter. Ik zal alles in goede aarde, in goede banen leiden. En ik wil ook gewoon veel vragen van jullie hebben. En we zenden het uit op de Facebookpagina van De Ver, op het YouTube-kanaal van De Ver, het YouTube-kanaal van mij, de Twitter van mij. Dus je kunt het echt overal, met een telefoontje, dingen maakt allemaal niet uit. En je kunt overal gewoon vragen stellen en erbij zijn. Wij als Ver gaan gewoon digitaal. Het is gezellig, informatief, interessant en een onderwerp wat nu echt heel belangrijk is. Fijn, tot dan. Doei. Hoi.